Op 5 februari hebben Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weits en zijn Nederlandse collega Schultz van Infrastructuur het lang verwachte sluisverdrag ondertekend in Terneuzen. Daarmee hebben Vlaanderen en Nederland een definitief akkoord over de bouw van de nieuwe zeesluis. Waarover gaat dat? Over wat gaan we doen? Hoe groot gaan we die sluis uiteindelijk gaan maken? Wie gaat wat betalen en wie gaat wat beheren? Want je hebt natuurlijk ook, die sluis blijft hier ook liggen, laat ons hopen, voor heel lang. En dan moet je natuurlijk afspraken maken over het beheer, want uiteindelijk, wij gaan er het grootste deel van betalen vanuit Vlaanderen. Dat is evident, want het is onze voordeur naar de Gentse haven toe. Kostprijs van die nieuwe sluis zo'n 1 miljard euro. De minister heeft het over een investering met ballen aan het lijf. Dit is een investering die hoop geeft, perspectief biedt voor heel onze Vlaamse economie en een echte boost geeft aan die Vlaamse economie. Je moet weten, wij hadden hier 3 scenario's op tafel liggen en we hebben gekozen voor het duurste scenario. Waarom? Omdat dat het grootste wat men noemt return on investment heeft, het grootste hefboom-effect. Nederland legt zo'n 150 miljoen euro op tafel, want ook voor onze noorderburen is dit grensoverschrijdend project erg belangrijk. Omdat we iets gezamenlijk realiseren, gezamenlijk financieren en dus rekening houden eigenlijk met alle mensen in het gebied, of ze nou aan de Nederlandse of de Vlaamse zijde wonen. En we hadden ook een andere weg kunnen bewandelen, met de rug naar elkaar, zowel wat overheden als wat havens betreft. Daar hebben we niet voor gekozen. We hebben ervoor gekozen om elkaar vast te houden en daarmee ook toegevoegde waarde te leveren voor de mensen die hier allemaal wonen. Het havenbedrijf Gent betaalt 15% van de Vlaamse rekening en staat op die manier voor de grootste investering op vlak van haveninfrastructuur. Het zal een enorme boost geven voor de Gentse haven. Het zal niet alleen voor de bestaande spelers, groot en klein, een verankering betekenen, maar ook om nieuwe investeringen aan te trekken, bedrijfszekerheid te creëren en inderdaad nieuwe bedrijven en nieuwe jobs te mogen verwelkomen. Dus dat is onwaarschijnlijk belangrijk voor de haven van Gent, voor Gent in het algemeen, voor de ganse provincie, voor de hele regio, voor de huidige en de toekomstige generaties. De middensluis hier rechtvoor, die zal verdwijnen. En hier zal, waar nu deze huisjes zijn en waar deze grond zit, zal zo de nieuwe sluis komen. Er staan 4 palen en die 4 palen zijn precies de hoekpunten van de nieuwe kolk, de nieuwe sluiskolk. En dat betekent dat ze 55 meter uit elkaar staan, dat wordt de breedte van de nieuwe sluiskolk. En ze staan ruim 400 meter, 427, in de lengte uit elkaar. En dat wordt de lengte van de kolk. En de diepte kunnen we natuurlijk nog niet uitbeelden. Die zouden we misschien in een hoogte kunnen doen. Maar die zal ruim 16,5 meter zijn. Deze sluis is net zo groot als de Panama-sluis. De nieuwe Panama-sluis. Dus de nieuwe Panamax-schepen kunnen hier in de toekomst geschud worden, richting Gent. Ik werk op dit moment uitgeleend door Rijkswaterstaat bij de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. En wij zijn verantwoordelijk om nu een heleboel dingen gereed te maken voor de nieuwe sluis. Dat betekent de milieueffectrapportage, maar dat betekent ook al het middelijk verwerven van gronden. Dat betekent goede afspraken maken met de omgeving. Dat betekent de technische ontwerpen maken, de kostenraming. Nou, te veel om te zorgen dat de juiste adviseurs en mensen er zijn. Nou, het hele integrale verhaal om zo'n mooie jongensdroom te verwezenlijken, zeg maar. En wat natuurlijk voor mij het extra speciaal maakt, ik ben hier geboren en getogen. Ik werk 30 jaar voor de Rijkswaterstaat in Nederland. Ik heb overal gewerkt, ook in het buitenland, maar nooit in mijn eigen regio. Dus ik woon hier vlakbij. Dus zoiets fantastisch doen in je eigen woon- en werkgebied, ja, mooi kan niet, hè? Voor Nederland, Vlaanderen, dat in deze streek dat zo realiseren met elkaar, dat is natuurlijk een fantastisch verhaal. Het is gewoon een hele belangrijke internationale schakel. Niet alleen dus Nederland-Vlaanderen, maar ook Amsterdam-Parijs. Nou ja, het is een echt verhaal, dus het wordt echt heel belangrijk voor de regio.